Yo, kijkers van Online Games, van harte welkom terug bij een nieuwe aflevering van de voetbalvoorspelling. We gaan kijken hoe we het vorige week hebben gedaan, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, ja. Goed, week 3, dat is deze week natuurlijk. Maar we moeten even nog eerst in week 2 kijken. Kijk hoeveel punten daar wel bij elkaar hebben gehad. 0 punten, 0 punten was vorige week maandag. 7 punten. 0, 2, 7 werd het uitgesteld. 2, 2, 0, 7. Dan 0 punten. 2 punten, 2 punten. 0, 0, 2. 10 punten, die heb ik wel goed gedaan. En hier 7 punten. Dus het valt een beetje tegen. Goed, moeten we gewoon de komende week heel goed doen. Dus dat komt goed. Goed. Dordrecht, ah, dat hebben we natuurlijk KNVB-week, klopt, dus het is natuurlijk deze ronde. Is gisteren, vandaag, deze zometeen, deze, en natuurlijk deze. Ja, bij mij staat hier omdat bij mij maandag is, dus daarom. Goed, aanstaande vrijdag, deze wedstrijden. De Eredivisie, dit. Dus dat zijn er wel een aantal. Goed, we beginnen met deze. De Graafschap Almere. De Graafschap is de laatste tijd niet zo heel erg goed, merk ik. Dus ik ga ook voor 1-0 voor Almere City. Den Bosch Eindhoven. Denk 1-0. Helmond Top Os 0-2. Ik ga hier voor 1-1. Jong Utrecht wint met 2-1. Jong PSV Excelsior. Ik zeg toch Jong PSV Vols wint. MVV Volendam 0-3. Roda ADO 0-2. Emmen NAC. Ik denk 2-0 voor Emmen. En dan natuurlijk de Eredivisie. 4 wedstrijden op zaterdag en dat gaat allemaal op zondag. 1 wedstrijd om 8 uur zie ik. En eentje is op de zondag 2:30. 2 en hier. Goed. Maar we gaan kijken. Vitesse Groningen. Vitesse op zich. Prima. Vitesse wint met 1-0. AZ wint met 2-0. Oh, 2-0. Dat is gewoon puur gokken. Heerenveen PEC. Ondanks dat PEC ze wel heeft natuurlijk gewonnen, ga ik toch gewoon dat Heerenveen wint. 0-2 voor Twente. NEC Feyenoord. Ik zeg het voor 1-2. Hier PSV Ajax. Ik denk op 1-3. Voor Ajax Berghuis denk ik. Heracles Go Eagles. Denk 1-0. Telstar Jong Ajax. 1-3. Sparta Utrecht 1-2. RKC Fortuna. Zullen we 0-1 doen? 0-1, daar gaan we voor. Goed. Snappen we het op? Dan gaan we eens even kijken of er op de maandagen wedstrijden zijn. Nee, woensdag, donderdag. Zie woensdag, donderdag. Geen. Deze is door de week. 1 op vrijdag zie je en de rest allemaal. Geen Eredivisie. Nee. Oké. Moeten ze dan door de week of zo? Normaal is het dan altijd. Dit kwalificatie. Zou door. Ah, hier wel.
En de Eredivisie ook. Het zou wel weg zijn door de kwalificaties komen allemaal. Daar zit het. Goed. Champions League. Zullen we dit alvast invullen? Dan hebben we dat in ieder geval gehad. Dan ga ik eerst even op Google wedstrijden. Of zullen we daarmee tot 15 februari? We kunnen er natuurlijk ook even mee wachten van wanneer is de wedstrijden. February 14 to 20 February. Dit is dus van deze week. Volgende week zitten we hier. We kunnen het over een paar weken doen, de 9e. Laten we dat doen totdat dat in één keer voor onze neus staat. Ja, dat is denk ik wel het beste. Dan laten we dat denk ik zo. Dan gaan we eens even kijken. Oh, posities. We zijn ietsjes omlaag gegaan. 20 punten, 30 punten. We hebben niet veel punten bij elkaar. 50 punten maar. Dat is heel slecht, vind ik. Waardoor dat we omlaag zijn gegaan. Eerste divisie. Stonden we eerst 438, nu 527. Dus dat is wel een boel. Met Eredivisie is het helemaal erg. We stonden op de 2347 plek. En nu staan we gewoon op de 3031ste plek. Dus daar zijn we echt behoorlijk wat omlaag gegaan. Bij de keukenkampioen divisie valt het op zich wel mee. De KNVB, daar kunnen we volgende week natuurlijk naar kijken of we plekken omhoog gaan. Maar het komt helemaal goed. Goed. Dit is dus officieel hoe ik het hier heb staan. Ajax, Feyenoord, PSV, Utrecht, AZ. Zullen we eens even kijken of het allemaal ook een beetje klopt. Een beetje, als ik alles zo goed had, dan zal dit precies de stand zijn hoe het zat. Als ik alle wedstrijden zo perfect zo was. We gaan eens eventjes kijken. Dat is wel leuk. Ja, Eagles, dat klopt niet. 2 corona, 3 gelijk, 14 verloren. Even kijken. Eredivisie. De stand. Op de eerste plek is Ajax. Nee, PSV. Klopt, PSV. PSV staat bij mij derde, Ajax, nog Feyenoord. Dus die drie heb ik een beetje ongeveer. Vierde, Utrecht, dat staat Vitesse. Vijfde, AZ, dat klopt. Zesde, Twente, klopt. Zevende, Vitesse. Maar het zijn er vier, oh wacht, hier staat het ook trouwens. Achtjes staan op de achtste plek. Cambuur. Oké. Okay. Cambuur. Dat is hoe ik het heb staan. Heerenveen. NEC, Groningen, Fortuna. Heracles, Sparta, Willem II, Zwolle, Ajax en Go Eagles. Maar officieel heb ik het zo staan. Is dit wat ik denk? Kijk. Dus ongeveer. Dat kan natuurlijk, kan allemaal. Dan moeten we even het tabblad terug. Nog eentje statistieken. En als we het hier zo doen, is dit de stand. Ja. Volendam ook. Vrij omhoog, ADO, Excelsior, dat klopt allemaal, NAC, ja. MVV ook wel.
Dordrecht. Ja, sommige kloppen niet, sommige wel. Maar het is altijd natuurlijk, ja, gewoon puur geluk hebben. Goed, maar ik ga het hier zo ook erbij laten, jongens. We zien elkaar volgende week weer terug. Hopelijk zijn jullie er daar dan ook. Goed, kijkers. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot volgende week dan, jongens. Mazzel!